catch on. The Macau Grand Prix, and how's this to start a race? Nothing like a multi-car pile-up. Niet afgelopen. We kunnen nu... Drie rijders hadden nog een race, een prestigieuze zelfs, op het circuit in Macau. Circuit waar Michael Schumacher won in 1990. En waarom ik u dit zeg, wordt u zo meteen wel duidelijk. We zitten hier dus in die race in Macau en de Italiaan Jarno Trulli die reed hier voorbij Ralf Schumacher naar de leiding. Maar in de derde ronde kregen we een serieuze crash. De Argentijn Norberto Fontana crasht tegen de muur met spectaculaire gevolgen. Zowat het hele peloton botste op.